Is superdiversiteit goed voor Vlaanderen? Nee. Niet per se. En stel de omgekeerde vraag, is superdiversiteit dan slecht voor Vlaanderen, voor Antwerpen, voor de plekken waar jullie wonen en binnenkort werken? Nee. Twee keer nee. Waarom zeg ik dat? Omdat superdiversiteit geen ideologische term is. Het gaat er niet om hoe meer diversiteit, hoe superder. Het is ook geen politieke term. Ik ben voor superdiversiteit, ik ben tegen. Eigen volk eerst. Die fase zijn we voorbij. Superdiversiteit is een sociologische term die probeert aan te geven hoe onze bevolking verandert. De kwantitatieve transitie naar majority-minority cities en hoe de diversiteit in de diversiteit groeit. En of je nu voor of tegen superdiversiteit bent, ze is hier in deze zaal, buiten in jullie toekomstige klasse, buiten in deze samenleving. En de vraag zal dus zijn, hoe gaan we met die superdiversiteit om? Kan die superdiversiteit een goede zaak zijn voor onze samenleving? Ja. En kan het een slechte zaak zijn voor onze samenleving? Ook. Dus naast de sociologische empirische bril om die verandering te zien, zit er dus ook een normatieve oproep in. Wat doen wij om van die superdiversiteit een succes te maken? Als burgers, als professionals, als leerkrachten, als beleidsmakers, als mensen met of zonder migratieachtergrond. Eerste uitdaging. Blijven we naar die diversiteit kijken in termen van wij en zij. Wij de Belgen, zij de vreemdelingen. Wij de autochtonen, zij de allochtonen. Wij de witte, zij de gekleurde. En heel vaak blijven we elkaar in wij-zij-termen aanspreken. En als de leraarskamers nog behoorlijk wit zijn, dan versterkt dat meestal het wij-zij-denken. Het probleem is als je de diversiteit in je klas vandaag wil begrijpen, dat je die klas niet meer begrijpt in wij-zij-termen. De domste vraag die we onze studenten of leerlingen kunnen stellen is, wie is er hier Belg en wie is er hier migrant? Bij de vraag Belg ga je de vingers duidelijk omhoog zien gaan. Bij de vraag wie is er migrant ga je mensen zien aarzelen. En sommigen zullen hun hand opsteken en anderen zullen het heel bewust niet doen. En als je dan in gesprek gaat van waarom twijfel je, waarom doe je dat niet? Dan zal het evidente antwoord zijn. Ik ben van hier. Ik ben hier geboren als kind van Belgische ouders. En mijn grootouders zijn misschien gemigreerd. Het gaat over en-en-identiteiten. En we zullen ook in onze klas die meervoudige identiteiten die de kern uitmaken van superdiversiteit moeten leren zien, moeten leren herkennen. En gebeurt dat langzaamaan. Als onze jongens het goed doen, dan doet de Belgische voetbalploeg het perfect. Zoals gisteravond, zoals vandaag in alle kranten. En dan zijn het ineens onze jongens. En dan zien we de meervoudige identiteiten in de ploeg perfect en zeggen we dat is België vandaag. Als we Stromae kiezen tot muzikant van het jaar, dan zien we die meervoudige identiteiten en die hybriditeit heel duidelijk. Als in het interimkantoor een werkgever vraagt, stuur mij iemand die heel goed Nederlands kan, als je begrijpt wat ik bedoel. En de interimconsulent die een non-discriminatiecode heeft ondertekend, stuurt dus Mohammed of Fatima of Piotr, die even goed Nederlands spreekt als wij allemaal, en krijgt een boze werkgever aan de lijn. Of hadden niet begrepen wat ik bedoelde. Dan worstelen we met die meervoudige identiteiten. En ik vrees dat er nog een aantal scholen met die meervoudige identiteiten worstelen. Als we verwachten dat de kinderen de klas binnenkomen of de school binnenkomen en hun jas aan de kapstok hangen, hun hoofddoek aan de kapstok hangen, hun thuistaal aan de kapstok hangen en een stuk van hun identiteit aan de kapstok hangen, en dan kunnen we beginnen lesgeven in de klas. Dat was misschien de 20e eeuw. Maar is dat de school die inspeelt op de superdiversiteit in de 21e eeuw? We zullen voorbij de wij-zij-tegenstellingen moeten gaan en die meervoudige identiteiten erkennen. Tweede uitdaging. In die superdiversiteit zien we hoe migratie fundamenteel van karakter is veranderd. Het wordt een migratie met steeds meer transnationale contacten en transmigratie. Als je de foto ziet bovenaan het schip, het Red Star Line Museum. 100 jaar geleden emigreerden 2 miljoen mensen uit Europa via de Antwerpse haven met dat soort schepen naar Amerika om aan te komen op Ellis Island in New York. One-way ticket,
De hele familie had gespaard om de overtocht te betalen, om een nieuw leven op te bouwen in Amerika. En als ze wilde communiceren met de achterblijvers in Europa, die brief deed er toch wel 3, 4, 5 maanden over, laat staan dat er antwoord kwam. Migratie vandaag. 4 miljard mensen die online verbonden zijn. De snelle evolutie van de communicatietechnologie en de onwaarschijnlijk goedkope reistickets maken dat migratie vandaag geen one-way ticket meer is. Men kan migreren en in contact blijven met familie in het land van herkomst of met families die verspreid leven over heel Europa, afhankelijk van het migratieparcours in die familie. Als dat de nieuwe realiteit is, is dat ook een vorm van meervoudige identiteiten. En hoe spelen we, ook in de klas, op die meervoudige identiteiten in? Een heel specifiek aspect ervan is dat een aantal mensen vandaag in ons land verblijven die misschien ook de bedoeling hebben om verder te migreren. Zeker voor onderwijs, een hele moeilijke groep om die kinderen en jongeren tijdelijk op te vangen. En daar spelen de OCAN-klassen een hele belangrijke rol bij. Derde uitdaging. Durven we de ongelijkheid en de armoede in onze samenleving sterker aanpakken? Op zich is het al merkwaardig. Vlaanderen is een van de rijkste landen en regio's ter wereld. En ondanks die rijkdom van onze samenleving leeft 15% van alle inwoners van ons land onder de Europese armoedegrens. Maar achter dat gemiddelde van 15% schuilt een zeer grote etnische ongelijkheid. Iets meer dan de helft van alle gezinnen van Marokkaanse origine in ons land leeft onder de Europese armoedegrens. 1 op 3 van de gezinnen van Turks of Oost-Europese origine. En ook dat vertaalt zich in de klas, in de kwetsbare positie van leerlingen. En niet alleen met de schoolfactuur, maar vooral ook wanneer ouders minder ondersteuning kunnen geven aan de kinderen omdat ze misschien de financiële middelen niet hebben, de Nederlandse taal onvoldoende of minder beheersen en zelf nooit de kans hebben gehad om onderwijs te volgen. Het maakt dat kinderen met een migratieachtergrond soms al in een meer kwetsbare positie beginnen en dat ze vaak veel harder moeten werken om dezelfde resultaten te behalen. Zien we dat? Spelen we daarop in? Zijn we daar ondersteunend in? Of reproduceren we de ongelijkheid van de start, wat het onderwijs vandaag nog altijd doet? Dus willen we van superdiversiteit een succes maken, dan zullen we ook vanuit het onderwijs veel meer moeten inzetten om gelijke kansen te geven en dat het niet de herkomst van leerlingen is, in etnische termen, in termen van thuistaal, in termen van het diploma van de ouders of in termen van de sociaal-economische positie, dat het niet die herkomst is die hun kansen bepaalt, maar de competenties, de kwaliteiten van ieder kind. En vandaag werkt het onderwijs nog in belangrijke mate als een selectiemechanisme. En niet als de emancipatiemachine die het eigenlijk zou moeten zijn. Vertrekkend van de kwaliteiten van kinderen en dus vertrekkend van de superdiverse realiteit in die klasse en van die kinderen. Vierde uitdaging. Maken we van integratie terug een positief verhaal dat draait over burgerschap. Integratie gaat een stuk over een plek vinden in een nieuwe samenleving en een plek vinden in wat een meerderheidscultuur was. Voor velen onder jullie zal het in je eigen gemeente nog duidelijk zijn wat een meerderheidscultuur is. Maar als we met z'n allen de trein nemen naar Brussel, is de vraag wat in Brussel vandaag de meerderheidscultuur is, een heel wat minder duidelijke vraag. De meerderheidscultuur in Brussel betekent dat je moet om kunnen gaan met diversiteit en dat die diversiteitscompetenties cruciaal zijn. Het verandert het denken over integratie. En wat opvalt op het moment dat de diversiteit nog nooit zo groot geweest is dan vandaag, dat we stilaan integratie met assimilatie beginnen te verwarren. Assimilatie legt alle verantwoordelijkheid op de schouders van individuele migranten en nieuwkomers. Zij moeten dan Vlaming worden onder de Vlamingen, Belg worden onder de Belgen. Zij moeten zich aanpassen. En dat is een discours dat je wil opleggen vanuit de samenleving. Integratie is per definitie een wederzijds proces. Mensen moeten inspanningen doen om de plek te vinden in een nieuwe samenleving. En een samenleving past zich aan om mensen een plek te geven en de basisstructuren aan te passen zodanig dat ze die plek kunnen vinden. Ze zorgt ervoor dat er geen racisme of discriminatie is op een arbeidsmarkt. Ze zorgt ervoor dat het onderwijs op de competenties van ieder kind inspeelt. Dus we zullen op een veel krachtgerichtere manier
naar integratie moeten gaan kijken als een wederzijds proces. En ja, we mogen verwachtingen uitspreken naar nieuwkomers in deze samenleving. En dat moet ook. Maar tegelijkertijd moeten we ook onze structuren aanpassen dat nieuwkomers evenveel kansen krijgen als ieder andere Vlaming of ieder andere Belg. En dat veronderstelt een ander denken over integratie. Dat brengt me bij mijn vijfde en laatste uitdaging voor ik echt op het onderwijs ga focussen. En dat is de vraag rond taal en meertaligheid. Politiek vandaag een zeer gevoelig thema. Als ik als socioloog naar superdiverse steden kijk, is de vaststelling simpel. Superdiverse steden zijn meertalige steden. En Brussel en Antwerpen zijn superdiverse steden. Dus Brussel en Antwerpen zijn vandaag de facto meertalige steden. En dat laatste hebben we moeite mee om te erkennen en op in te spelen. Vaak ook in schoolsituaties. En we doen daar vaak heel verkrampt over. In plaats van die meertaligheid te koesteren, schrikken we, want het zou een bedreiging zijn voor het Nederlands. Ik denk het niet. Kijk je naar de Vlaamse steden, hoe groter de superdiversiteit, hoe groter het belang van het Nederlands. Als je 30 jaar geleden in een concentratieschool les moest geven, dan konden alle kinderen onder elkaar Berbers of Turks spreken en de leerkrachten verstonden er meestal geen woord van. En in diezelfde scholen vandaag zitten in één klas kinderen die 15 verschillende thuistalen hebben als ze 's avonds terug aan de keukentafel zitten. En er is nog één taal waar die kinderen met elkaar kunnen communiceren en met de rest van de school. Dat is het Nederlands. Met alle verbasteringen, met alle mengwoorden, met alle nieuwe woorden die daarin komen. Maar het is wel het Nederlands. En tegelijkertijd zijn de gemeenschappen in onze steden groot genoeg dat mensen jarenlang in hun eigen taal, in het Berbers, in het Syrisch, in het Tsjetsjeens kunnen overleven binnen de eigen gemeenschap, tot ze naar de dokter of naar het oudercontact moeten. En dan zien we terug die meertaligheid, waar we soms tolken zullen moeten voor inzetten, waar we soms familieleden zullen zien tolken. Maar we moeten zien dat we niet te veel de kinderen laten tolken over de schoolsituatie ten aanzien van hun ouders. Waar we soms zullen moeten inzetten op het leren van Nederlands aan ouders, ook in schoolomgevingen. We zullen moeten inzetten op het aanleren van Nederlands, maar vanuit een erkenning van meertaligheid. En vanuit een erkenning van de competenties die ook in meertaligheid zitten. En zo fier als wij Vlamingen soms zijn in het buitenland. Je gaat op reis, je gaat in gesprek met andere mensen en op een zeker moment krijg je te horen, maar jullie spreken veel talen, Frans of Engels of Spaans of Duits of wat Italiaans. En dan richten wij onze borst en zeggen, ja, we zijn daar als Vlamingen goed in. Klein land en altijd meertalig geweest. En zo fier als we zijn op onze meertaligheid voor Europese talen, zo verkrampt reageren we soms op de meertaligheid op de speelplaats en in de klas. Terwijl het net die competenties zijn die ook op de arbeidsmarkt ontzettend nodig zijn. Als ik studenten sociaal werk vandaag opleid, dan zeg ik tegen mijn studenten die andere talen kennen, jullie hebben een gigantische streep voor, want het werkveld vraagt om mensen die een stuk meertaligheid hebben en soms ook de brug kunnen leggen. Dus investeren in Nederlands ja, maar vanuit een erkenning van de competenties van meertaligheid. En dat wil zeggen dat je daar soms ook in het onderwijs op een positieve manier op moet kunnen inspelen. Als we nu naar de scholen en de schoolgemeenschappen kijken, dan zie ik ontzettend veel goodwill en ontzettend veel inspanningen in scholen, zeker in de steden, om met die diversiteit om te gaan. Maar het zijn vaak nog kleinere initiatieven, het zijn projecten, het zijn tijdelijke projecten, die vaak meer afhangen van de goodwill van een aantal leerkrachten die er hun schouders onder zetten, dan dat het door een heel schoolteam gedragen wordt. Hoe kunnen we nu, anno 2015, de stap zetten van heel veel goede experimenten, projecten en initiatieven, naar een beleid dat in alle scholen, alle schoolgemeenschappen, niet alleen in de steden, maar ook buiten de steden, het evidente schoolaanpak wordt voor een samenleving in superdiversiteit. Ik denk dat dat vier grote uitdagingen vraagt. Eerste, verdere visieontwikkeling. Niet vanuit de betekenis dat de leraren zich nu 3 jaar moeten terugtrekken voor eindeloze discussies over visieteksten of de directies, maar visie die je ontwikkelt aldoende in de praktijk, in dialoog met de ouders, in dialoog met kinderen en jongeren. Maar we zullen die visie ook moeten durven benoemen
en uitdragen. Het is onze taak kinderen hun competenties en jongeren hun competenties te laten ontwikkelen. En als dat kinderen en jongeren zijn in een samenleving van superdiversiteit, dan zullen we de werking van die scholen moeten aanpassen dat iedere jongere evenveel kansen heeft en maximaal zijn competenties kan laten groeien. Dat betekent dat we zullen moeten inzetten op doorstroming. In het hoger onderwijs is dit vandaag een gigantisch probleem met uitval. In het secundair onderwijs kennen we het watervalsysteem. En opnieuw de vraag, lukken we erin om iedere leerling maximaal zijn competenties te laten ontplooien en proberen om schoolachterstand zo minimaal mogelijk te houden? Ik denk dat we ook daar heel belangrijke stappen vooruit te zetten hebben. En dat wil zeggen dat we ook op andere manieren zullen moeten gaan lesgeven en misschien ook kritisch gaan stilstaan bij onze leerpakketten. En dat is de derde grote uitdaging. Werken aan interculturalisering. Werken aan de lesinhouden, werken aan de methodieken en werken aan de schoolgemeenschap waarvan de leerkrachten één belangrijke pijler zijn. En als ik vandaag kijk wat... Ik zal het nuanceerder vertellen. Als ik kijk wat er de voorbije 20 jaar in het hoger onderwijs gebeurde, dan was het heel vaak een ploeg van witte docenten die witte studenten probeerden voor te bereiden op een superdiverse realiteit. En ik weet niet wat dat bij jullie vandaag in de lerarenopleidingen is, maar in de steden is dat gelukkig langzaam aan het veranderen. Maar ook die superdiversiteit moet zich in heel die school weerspiegelen. Dat betekent dat we ook het personeelsbeleid zullen moeten aanpassen. Ik ga jullie een heel pijnlijke anekdote vertellen die de collega's uit de lerarenopleiding vorig jaar meemaakten op een sit-in voor de laatstejaars uit de humaniora van wat wil je studeren, kom bij ons studeren. En er was een Marokkaans meisje met een hoofddoek dat op de collega's op de sit-in van de lerarenopleiding toestapte met een heel naïeve, maar een heel eerlijke vraag. Mogen wij dat ook leerkracht worden? En de collega die die studenten te woord stond, begreep de vraag eerst niet zo goed. Hoezo mogen wij dat ook? Ja, mogen wij dat? Evident dat iedereen dat mag. En hoe meer mensen in het onderwijs voor kiezen, hoe beter we zullen ze nodig hebben. Maar waarom stel je die vraag? Ze kwam van buiten de stad. Ik heb 12 jaar les gehad van alleen maar autochtone witte leerkrachten. Ik wou even zeker zijn, ik zou dat heel graag willen worden, of dat dat ook kan. Uit die vraag blijkt het ontzettend grote belang van rolmodellen. Van de herkenbaarheid van goede leerkrachten, die kinderen en jongeren motiveren, maar ook vanuit de herkenbaarheid van rolpatronen, dat in een gemengd leerkrachtenkorps, in een gemengde school, kinderen van welke origine dan ook rolmodellen vinden in die leerkrachten. En soms speelt daar ook de diversiteit in het personeelskorps een belangrijke rol. Dus we zullen moeten zorgen dat de diversiteit niet alleen in de klas tot zijn recht kan komen, maar dat de diversiteit ook voor de klas een evidentie wordt. En dat zal een van de grote cultuurveranderingen zijn in scholen aan het begin van de 21e eeuw. We staan voor de uitdaging om de vele experimenten, de vele projecten, de vele goede initiatieven, zeker in stedelijke scholen, om die te gaan uitrollen en te gaan mainstreamen. Om dat tot de evidentie te maken van onderwijs in een Vlaanderen waar het merendeel van de jongeren binnenkort en vandaag al in de steden wortels heeft in migratie. Laat één ding duidelijk zijn. Business as usual is geen optie meer. En wil Vlaanderen zijn sterke positie in de internationale onderwijsstatistieken en in PISA-onderzoek handhaven, dan zullen we het onderwijs op maat moeten maken van die superdiverse klassen. Het behoud van hetzelfde niveau, maar het aanpassen van methodieken, van inhouden en van lerarenploegen. En de Nederlandse onderwijssocioloog Marius Krul heeft heel mooi onderzoek gedaan naar jongeren van de tweede en derde generatie van Turkse origine in Amsterdam en Rotterdam. Laat zien hoe steeds meer van die jongeren doorgroeien naar hoger onderwijs en naar betekenisvolle posities in de samenleving. De kracht van onderwijs blijkt daar zeer duidelijk uit. En tegelijkertijd eindigt hij zijn onderzoek, en ik eindig er ook mijn boek mee, met twee toekomstscenario's. Niet dat we een glazen bol hebben, maar we zien sporen van de twee scenario's
in onze steden, in onze scholen, in onze klassen. Het eerste scenario is een scenario van angst, vernedering en polarisatie. Dat is een samenleving die met die superdiversiteit verkrampt blijft omgaan en in termen van wij en zij voortdurend de verschillen blijft benadrukken. Dat is een samenleving die de gekleurde en andere armoede niet aanpakt, maar laat groeien. Waar jeugdwerkloosheid vaak gekleurde jeugdwerkloosheid is. Waar scholen blijven functioneren als selectiemechanismes en niet voor iedereen de emancipatiemachines zijn waarbij jongeren kunnen opklimmen op de sociale ladder. Dat is een samenleving die blijft polariseren rond hoofddoekdebatten, rond offerfeestdebatten, waarbij eigen volk eerst en eigen fundamentalisme eerst elkaar versterken. Waarbij we soms racisme relatief noemen, wat toch wel onder de gordel is bij al wie het al meegemaakt heeft. Als deze tendensen zich zouden voortzetten, dan krijgen we een samenleving die gepolariseerd wordt. En waar de groeiende kloof tussen rijk en arm steeds vaker ook een kloof is die met herkomst of met religie te maken heeft. En dan kan zo'n superdiversiteit een tijdbom worden. Maar er is ook een ander scenario. En dat zien we tegelijkertijd in onzezelfde steden en in dezelfde scholen. En dat is het scenario van hoop en empowerment. Waarbij die superdiversiteit eigenlijk betekent dat die diversiteit normaliseert. En waar oudere generaties nog die samenleving hebben zien veranderen en zeggen, ja, maar vroeger was het anders en nu? Voor de kinderen in de school vandaag, in de steden, in de lagere school, die spreken probleemloos de 15 verschillende of 20 verschillende namen uit van hun klasgenoten, waar een aantal leerkrachten en ikzelf hun tong nog over breken. Dit is de samenleving, de klas, de school, de wijk, de sportploeg waarin zij opgroeien en waarin die superdiversiteit een evident onderdeel is van leven in Vlaanderen in 2015, of je nu een migratieachtergrond hebt of niet. Dat is een samenleving waarin we die meervoudige identiteiten erkennen. Niet alleen bij Stromae, niet alleen voor de Belgische voetbalploeg, maar ook op de arbeidsmarkt, ook op de speelplaats, ook in de klasomgeving. Dat is een samenleving waar ruimte is voor sociale stijging. Waarbij ouders het gevoel hebben dat kinderen alle kansen hebben op school om een diploma te halen dat ze zelf misschien niet gehaald hebben. En waarbij jongeren met of zonder migratieachtergrond het gevoel hebben dat het diploma ook voor hen haalbaar is en dat ze er ook in het interimkantoor later welkom mee gaan zijn. Dat is een samenleving die emancipatie niet probeert op te leggen, maar aan gezinnen alle ruimte geeft om die emancipatie van onderuit te laten groeien. En daar speelt onderwijs een ontzettend grote rol in. Dat is een samenleving die meningsverschillen zal hebben over die superdiversiteit, maar tenminste op een respectvolle manier die meningsverschillen met elkaar kan uitpraten. En eigenlijk staan we anno 2015 op een scharniermoment. We zien in onze samenleving sporen van een scenario van angst, vernedering en polarisatie. En we zien dat steeds meer jongeren van tweede en derde generatie doorgroeien naar hoger onderwijs, naar betekenisvolle posities in die samenleving en dat het scenario van hoop en empowerment zich ook doorzet. Of superdiversiteit goed of slecht wordt, is geen ideologisch debat, maar zal de vraag zijn hoe gaan we daarmee om. En ik denk dat we vandaag eigenlijk geen keuze hebben. De toekomst van Vlaanderen, de toekomst van onze steden, de toekomst van de jongeren ligt niet in een verdere polarisatie, maar ligt in het mobiliseren van het sociaal kapitaal van alle kinderen, van alle jongeren, van alle inwoners, van alle nieuwkomers in onze samenleving. En daar heeft onderwijs een ontzettend belangrijke rol bij te spelen. En ik hoop dat jullie daarmee een stuk door geïnspireerd kunnen zijn. Bedankt en veel succes. APPLAUS